Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Een wisselend bewolkt weerbeeld boven Nederland. En uit de wolken valt in het zuiden misschien nog wat motregen, maar verder is het droog en zien we ook van tijd tot tijd de zon. Vanochtend 6 tot 9 graden op de thermometers. De wind begint langzaam wat af te nemen en wordt over het algemeen matig. En vanmiddag hebben we dan temperaturen van 9 tot maar liefst 11 graden. Hier en daar wat zon, hier en daar ook wolkenvelden. Maar de kans op neerslag is vanmiddag niet groot. Vanavond gaat het dan van het zuidwesten uit echter wel weer regenen. En die neerslag uh, die speelt ook een groot deel van de nacht ontsparten. Vanavond blijft het zeer zacht. In de nacht koelt het af tot 6 à 8 graden. Dan morgen een druilerige dag met 10 graden, zeer zacht dus, en al een stevige wind langs de kust. Misschien zelfs wel even harder, windkracht uh, 7, maar in de loop van de dag wordt het wel weer wat rustiger. En donderdag dan opnieuw een winderig verhaal: het in het noorden van het land, misschien zelfs wel even kans op een storm in de middag en avond. 10 graden, druilerig met later op de dag wat opklaringen. Vrijdag is het iets rustiger, 7 graden en wat zon. Maar zaterdag en zondag blijft het gewoon zeer wisselvallig en wordt het ook opnieuw zachter. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.